En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Nou, gaat de vierdaagse niet door? Wat betekent dat voor u? Ja, het is heel erg jammer en heel gemis. Ik vind het ja, altijd gezellig en altijd heel veel volk over de vloer. Ook heel veel mensen die eigenlijk ieder jaar terugkomen om te rusten. Dus ja, dat vind ik wel heel erg jammer. Maar aan de andere kant denk ik, ja, veiligheid voor alles. Maar hoe vult u dat nou op dan, die overvloed van vrije tijd? Wat? Ik ga nu gewoon werken. Gewoon werken? Ja. Oh, je hebt geen vrijgenomen nou? Nee, dit jaar heb ik geen vrijgenomen, nee. Nee. U zei, u had altijd mensen die daar rusten, ja. van een bank geloof ik. Ja, de ABN AMRO, ja. Die hebben de rustplaats. Wat deed u daarvoor dan? Wij zelf niks, wij stelden de oprit beschikbaar, ze konden daar naar het toilet. Ja. En ja, hun konden koffie en thee voor de mensen verzorgen, dus ja. Bij ons in de keuken. Voor mij betekent dat ik de donderdag thuis zit. Anders was ik gaan kijken. Ja, u bent trouwkijker van de Vierdaagse? Ja, dat mag ik wel zeggen, ja. Ja. Ik heb mezelf nog nooit meegelopen, maar ik ben een trouwkijker. Ja. Zit u aan de route? Nee. Niet? Maar mijn zus wel, en dan ga ik daar op bezoek. Ja, en dan kunt u het allemaal goed zien. Nou, prachtig. Ja. Ja. En nou zijn er ook geen activiteiten verder rondom de Vierdaagse, wat normaal altijd wel is. Ja. Ja, die gaan ook niet door en dat vindt de bevolking natuurlijk ook niet prettig. Nee, natuurlijk niet, maar dat is met alles hè, wat er in deze periode gebeurt. Ja. Dus. Hoe vult u dat gat op? Ik heb een hele grote moestuin. Oké, dus je hebt werk genoeg. En die houdt me fit. Ja, ja. Dus je hebt werk genoeg even. Oh, ik heb werk zat. Ja, dat is voor veel wandelaars wel heel jammer. Maar er zijn genoeg alternatieven in de hele omgeving van Nijmegen om zelf je wandeling uit te stippelen. En te genieten. En het massale is er dan niet, maar dat is ook beter voor niet. Ja, maar het economisch brengt het miljoenen op normaal en dat gaan we nu ook missen. Hè? Ja, maar dat mag niet ten koste gaan van de gezondheid van mensen. Dat is waar. Dus u vindt het wel een verstandig besluit? Ja, ja. Zeker weten. Ja, wat had u normaal gedaan als er wel Vierdaagse was geweest? Was u dan gaan kijken of zo? Nee, ik heb hem vroeger gezien in mijn jeugd. Het was het echt de wandelvierdaagse. Met alles erop en eraan. En dat was genieten. En ik vind het tegenwoordig veel te massaal. En te veel mensen op één hoop. En dat is voor mij niet leuk meer. Ik bedoel vooral de feesten waarschijnlijk. Ja. 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 Nee, maar de Vierdaagse organisatie heeft daar niks mee van doen. De organisatie dat hè? De hele wereld bij elkaar komt. Alle rangen en standen ja. Van de hele wereld. Dat heb ik altijd mooi gevonden. Maar dat vind ik nu dus niet meer. Ja, dat we dus hier aanwezig zijn, eigenlijk gedwongen, omdat we niet kunnen lopen. Dus we hadden er graag gelopen. Dus je had al de vakantie gepland hier? Ja, ja we hebben dus verleden jaar al geboekt. Dat doen we dit jaar de 10e maal dat we hier aanwezig zijn. Ja. Met de familie. Want we zouden mee... even kijken, met acht man zouden we lopen. U zou lopen? O, jonge vrouw nee, of niet? Nee. Maar drie zussen en dan nog twee zwagers. Ja, en nu is het over de markt slenteren, want je ja, hebt niks te doen. Ja, dan moeten we even de dag vol zien te maken. Ja. Dus ja, we gaan regelmatig, ja, dan een keer naar Nijmegen, dan een keer naar Bergendaal. Maar vindt u het een verstandig besluit? Ik vind het heel aan het verstandig besluit. Het is alleen, ja, wat gebeurt er volgend jaar? Ik heb wel altijd... vakantie, mensen die bij mij in logeren komen. En die komen nou ook nog, maar die komen dan airborne lopen. Oh, de mensen komen wel, als alleen ze lopen een andere mars. Ja. Bij Arnhem is dat geloof ik. Ja, dat is van Frankrijk eigenlijk tot Arnhem. Ja, maar die mars gaat wel door. Ja, dat doen ze zelf. Oh, dat doen ze zelf georganiseerd, ja. Ja. Met een paar man. Ja, oké. Okay. Ja? Heel bedankt. Oké. Okay. Doei. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul.